Bloemen, waardering en volop aandacht. Vandaag werden de secretaresses weer in het zonnetje gezet vanwege Nationale Secretaressendag. Zo ook Geke de Ruiter, secretaresse van Bert Bruggeman, bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Heeft u een presentje van uw baas gehad? Ja, zeker. Ik heb een ontzettend mooie bos bloemen gehad. De Ruiter is al bijna 25 jaar werkzaam bij het UMCG, waarvan 1 jaar als secretaresse van de bestuursvoorzitter. In het ziekenhuis werken ruim 10.000 mensen. Het is dus niet zomaar een baan. Maar wat zijn de taken eigenlijk als je secretaresse bent van de machtigste man van het ziekenhuis? Ja, wat ik doe. Ik ondersteun mijn baas op administratief gebied. En ik zorg dat organisatorisch, administratief, alles zo goed mogelijk voor hem geregeld is. Zodat hij zich bezig kan houden met de bestuurlijke zaken. De Nationale Secretaressendag vindt de Ruiter een leuke bijkomstigheid. Want ze krijgt al genoeg waardering van haar baas. Ja, op zich is het een leuk initiatief. Ik begrijp zelfs dat het een mondiaal initiatief is. Voor mijzelf, die waardering die ervaar ik wel dagelijks van mijn baas. In de manier waarop we met elkaar omgaan, in het vertrouwen dat hij in me heeft. Dus voor mijzelf is het iets minder belangrijk.